Met nu dat laatste nieuws over de gesprekken met de Verkenner. En dat doen we met politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Mats, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan beginnen we natuurlijk met het gesprek dat nu bezig is, of misschien net al is afgelopen. Wilders en Omtzigt zijn aan het praten, toch of niet? Net afgelopen, nee. Het is echt net pas begonnen. Oh, net pas begonnen, kijk. Net begonnen, ja. Ze zijn om 4 uur naar binnen gegaan. Dus echt net. En ze wilden vooraf niks over dat gesprek loslaten. Dat is een beetje de standaard vorm. Ze lopen naar binnen, dan zeggen ze nog niks. En achteraf staan ze ons dan even te woord. Maar ja, er is natuurlijk wel genoeg te bespreken. Want Geert Wilders wil graag met 4 partijen onderhandelen over een nieuw kabinet. Maar Pieter Omtzigt wil eigenlijk niet met de PVV vanwege bezwaren, vanwege ongrondwettelijkheden in het partijprogramma. En vanochtend ging Omtzigt samen met Jezelgus bij Plasterk langs. Wat kwam daaruit? Ja, nou, Jezelgus kwam als eerste naar buiten. Die herhaalde eigenlijk wat ze eerder al gezegd heeft. Zij wil nog steeds praten met 4. Zoals Nina net zoals zij mooi zei, ze opgewekt als altijd zoals ze is. Maar zij ziet ook wel een aantal van die grondwettelijke bezwaren van Pieter Omtzigt. En ja, je hoorde net Omtzigt ook al zeggen. Die staat er eigenlijk ook nog hetzelfde in. Die zei, ik heb voor de verkiezingen gezegd, wij hebben principiële bezwaren. Die liggen nog steeds op tafel. En dan kreeg hij de vraag, waarom zou je dan niet toch met Geert Wilders gaan praten? Want dan kun je ook die bezwaren over de grondwet aan tafel bespreken. Maar daarop zegt hij... Nee, dat is een voorwaardelijk voor ons. Omdat je, de grondrechten zijn niet een soort onderhandeling. Van dat kun je een stukje aan afdoen, dat kun je niet een stukje aan afdoen. Ik kan me geen situatie voorstellen dat ik de eed van trouw die ik aan de grondwet afleg, niet zou nakomen. Ja, dus hij zegt eigenlijk, je kan niet onderhandelen op het moment dat je die grondwettelijke bezwaren hebt. Want je kan niet onderhandelen over de grondwet. Nou, hij heeft ook net weer de eed afgelegd op de grondwet, Pieter Omtzigt. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, en ook Geert Wilders deed dat net. Alleen die doet dan de variant, dat verklaar en beloof ik. Maar die twee zullen op dit moment dus genoeg te bespreken hebben. Nu ze lekker gezellig samen met elkaar in een kamer zitten. Ja, dat is dus inderdaad 7 minuten geleden begonnen. Hoe lang duren die onderrondjes met die koppeltjes? Of eigenlijk moet ik zeggen, hoe lang duurt dat triootje? Want Plasterk is er natuurlijk ook bij. Plasterk is er ook bij en er zullen ook wat ambtenaren zitten om aantekeningen te maken. Meeste gesprekken tot nu toe duren om en nabij een uur. Soms net wat langer, soms net wat korter. Maar het lijkt erop alsof de richttijd steeds is om een uur te praten. En ook Omtzigt heeft het vanaf vandaag, hoeft het vanaf vandaag niet meer alleen te doen, hè? Nee, Omtzigt heeft een nieuwe groep Kamerleden. Want hij was natuurlijk een eenpitter. Maar vanaf vandaag is hij met 20 man. Er is sowieso een hele volksverhuizing geweest, namelijk in de Tweede Kamer. We hebben natuurlijk die verkiezingsuitslag gezien. De coalitie heeft flink verloren. En dat betekent dat er ook een hele nieuwe indeling is gekomen. Nou, het CDA en de SP, die zijn hun plekken op de eerste rij kwijt. Ja, een nieuw sociaal contract en BBB, die komen nu op rij 1 te zitten. En wie zit er dan op die eerste rij? Dat zijn toevallig 4 voormalig CDA'ers. Dus voor het CDA misschien nog wel extra pijnlijk dat ze nu op 2 plekken eigenlijk aan de voorste rij zitten, maar niet meer met hun eigen partij. Ja. Maar ja, de opvallendste misschien nog wel Geert Wilders, want die heeft vanaf nu 37 zetels in de Tweede Kamer. Echt een hele grote groep Kamerleden. En we mochten vandaag na de installatie ook even in de plenaire zaal komen. En ik sprak daarover met Geert Wilders. Ik zag u net een selfie maken. Past uw hele fractie daar eigenlijk wel op? Nee, ik sta met mijn hoofd, staat er zelf voor de helft op. En een derde van de mensen die we hebben. Dus dat was niet helemaal gelukt. U bent een ervaren politicus, maar hoe gaat u dat nou doen, al die taken over die 37 mensen verdelen? Nou, mijn collega Fleur Agema, de ondervoorzitter, en ikzelf hebben vanmorgen alle collega's al een portefeuille die ze naar aanleiding van hun eigen voorkeuren gegeven. Soms lukte het om mensen een voorkeur te geven, soms niet. Het zijn 37 man, dus sommige zittende Kamerleden hebben ook wat in moeten leveren, want je moet de taart over meer mensen verdelen. Maar dat hebben we vanmorgen bij 37 mensen verdeeld en iedereen was heel tevreden, dus dat is gelukkig goed gelukt. En kunt u dat dan uit handen geven of bent u toch een beetje een control freak? Allebei. Ik ben een beetje een control freak, maar kan het ook uit handen geven. Ja. En daar krijgen de ervaren Kamerleden krijgen dus een belangrijke rol, ook zodat Wilders zijn handen vrij heeft voor de formatie. Dank, politiek verslaggever Mats Akkerman. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.